Waarom oorlog als vrede mensen verblijft? Waarom strijden als men daarom menselijk doorlijdt? Waarom haten biedt liefde niet zo? De mens werd geschapen ver boven de dieren. God schiep ons als wezens gemaakt naar zijn beeld. Hoe is het toch mogelijk dat wij hier zo leven en vaak zoveel mensen door ons zijn misdeeld? Het is enkel genade dat God ons nog lief heeft. Wij zien niet de liefde die hij voor ons heeft. Dat wij steeds niet vragen om ons te verrijken, maar zorgen dat ieder in harmonie leeft. Waarom oorlog als vrede mensen verblijft? Waarom strijden als mensen? Men houdt niet voor mogelijk tienduizenden vluchten. Wie heeft toch het recht hier te doen wat hij wil? Het recht van de sterkste, het lijken wel dieren. De leiders koelbloedig, het zuchtig en keel. Ook zij zullen eenmaal voor God moeten buigen. Hoe zal dan het oordeel voor deze daar zijn? Maar mensen vol liefde die God hier aan namen, zij mogen daar wonen in Gods zonneschijn. Waarom oorlog als vrede mensen verblijft? Waarom strijden als men daarom menselijk doorlijdt? Deze liefde bracht Jezus.